Ja, ik moet zeggen, vrienden, dat ik het toen, we hebben het over 13 maart, weet je nog, dat onze Mark, de Mark, die kwam toen bij Vandaag Insight. En ja, dat was natuurlijk een uniek moment en het was gewoon een leuke uitzending, ja. Alleen, degene die het dus minder leuk heeft gevonden, dat blijkt dus nu Gijp te zijn. Ja, want dat hebben we gehoord. En dat werd ineens ook is een soort nationale discussie geworden. Ja, want de Gijp heeft gezegd van ja, luister eens goed. Hij komt weer, hè, want de komende woensdag is hij er weer. De Mark bij Vandaag Insight. En Gijp heeft gezegd van ja, ik weet het niet, maar we gaan toch niet weer met volgestrekt been erin tegen de minister-president. We gaan toch niet weer 100.000 keer vertellen tegen die man dat hij weg moet, enzovoort, enzovoort. En nou ja, en zei ja, als jullie dat wel doen, dan blijf ik thuis. Ho, ja, kijk, dus we zaten ineens live mee te kijken bij een soort redactievergadering, zou ik maar zeggen. Ja, ja, nou ja, in ieder geval vrienden. Kijk, ik denk alleen maar bij mezelf. Ten eerste, waarom gaat hij weer daar naartoe? Hè? De Mark. Ik zou denken, ja, er zijn natuurlijk weer die grote geesten daar bij de VVD. Ja, van die grote strategen. Die hebben natuurlijk gezegd, nou, hij moet er weer naartoe. Want na die verkiezingen staan er niet zo goed voor. Dus kom maar op. En ik denk, mijn gevoel zegt mij gewoon, niet doen. Niet doen. Laat gaan. Het was één keer leuk. En waarom zou je jezelf weer in rare situaties brengen in die uitzendingen? Met vreemde opmerkingen. En doe het allemaal op. En gênante situaties en momentjes. Dus ik denk, ja, waarom niet doen? Zou ik zeggen. Maar ja, het gaat natuurlijk wel gebeuren. En die Gijp. Ja, die denkt bij zichzelf, ja, dan gaan we weer. Die gaat die Johan er weer. Die Johan met volgestrekte benen in. De genee. Want dat was natuurlijk vorige keer wel aan de hand. Die waren iets te opgepompt. En die waren iets te fanatiek. En die wilden even aan iedereen laten zien. Van luister, wij zijn wel geloofwaardig. En wij durven heus wel alles tegen iedereen te zeggen. Nou, oké. Nou, dat hebben ze dus bewezen. Die ene keer, en dat hoeft dus niet nog een keer. Dus wat dat betreft, moet ik zeggen, geef ik Gijp wel een beetje gelijk. Ja, ik bedoel, nu is het misschien toch wel genoeg een speldenprikje. Weet je wel, of is een geinig tikje zo. Even, ja, het is meer dan genoeg, plaagstootje, weet je wel, die. Maar meer is toch niet nodig nou. Maar ja, goed, aan de reactie te zien. Van die Johan en iedereen, ja, dan denk je bij jezelf, nou, gaat dat wel gebeuren? Ja, en dan gaat de discussie ook met iedereen over, want de een is aan de kant van Gijp en die zegt, Gijp heeft gelijk en de andere die zeggen, nee, laat die Gijp dan maar thuis blijven en zo. Maar ja, wat gaat er nou gebeuren? Hè? Wat krijgen we woensdag? Vrienden, krijgen we methode Gijp? Of krijgen we methode de Johan?